Vandaag zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in de richting van Kursk. Na de bevestigde vernietiging van drie bruggen over de Seymrivier, zoals geanalyseerd in ons vorige rapport, anticiperen verschillende militaire analisten dat de Oekraïnse troepen nu hun focus zullen verleggen naar de westelijke flank van de inval. In de komende dagen en weken zullen hun inspanningen zich waarschijnlijk concentreren op het aanscherpen van de controle over de nieuw gevormde ketel, waar een aanzienlijk aantal Russische soldaten zich omsingeld en afgesneden van terugtrekking zou kunnen bevinden. Deze strategie is bedoeld om te profiteren van het huidige momentum, wat mogelijk kan leiden tot verdere insluiting en overgave van Russische troepen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kondigde onlangs aan dat de Oekraïense troepen hun controlezone in Kursk met succes hebben uitgebreid van 28 tot 35 kilometer diep en nu ongeveer 1250 vierkante kilometer beslaan, inclusief 92 nederzettingen. De mogelijke verovering van een bruggenhoofd, begrensd in het noorden door de Seimrivier, zou dit gebied verder kunnen uitbreiden met nog eens 700 vierkante kilometer, wat de onder Oekraïnse controle staande territoria aanzienlijk zou versterken. In de afgelopen dagen hebben militaire analisten de strategische reden achter de gespreide vernietiging van de drie bruggen over de Seim-rivier onderzocht. In plaats van alle bruggen tegelijkertijd aan te vallen... Kozen de Oekraïense troepen ervoor om ze over meerdere dagen te vernietigen. Terwijl de eerste optie het aantal Russische troepen dat afgesneden zou worden van hun bevoorradingslijnen op de linkeroever van de rivier zou hebben vergroot, waardoor een operationele omsingeling zou ontstaan. Analisten concluderen dat deze aanpak waarschijnlijk bedoeld was om Russische troepen een venster te bieden om zich terug te trekken, waardoor onnodige Oekraïense verliezen in gevechten om deze gebieden werden geminimaliseerd. Door dit te doen, presenteerden de Oekraïense troepen het Russische commando met een moeilijke keuze, ofwel hun posities handhaven onder steeds onhoudbaardere omstandigheden, met het risico op omzingeling, of zoveel mogelijk troepen terugtrekken voordat de situatie verder verslechtert. Nu alle drie de bruggen zijn vernietigd, is het isoleren van de ketel een topprioriteit geworden voor de Oekraïnse troepen. Sommige Russische analisten hebben gesuggereerd dat Russische troepen zouden kunnen proberen de logistieke uitdagingen aan te pakken door pontondruggen, kleine schuiten of opblaasbare boten in te zetten. Dit gebied staat echter al onder nauwlettend Oekraïns toezicht. De eerste Russische pontondruggen, ongeveer 3 kilometer ten noorden van Grushkoven opgezet, werden snel vernietigd door Oekraïnse troepen. Dit werd bevestigd door satellietbeelden en NASA-firmsgegevens, die thermische anomalieën op de grond in real-time detecteren. Meestal gebruikt voor bosbrandbewaking. Geolocaliseerde beelden van FPV-droonaanvallen doken later op, die deze aanvallen op de pontonbruggen en militaire eenheden bevestigden. Deze ontwikkelingen geven aan dat de pontonbrugoplossing waarschijnlijk geen haalbare optie is voor grootschalige logistiek, wat de situatie voor Russische troepen verder bemoeilijkt. De originele, ongecensureerde gevechtsbeelden van alle Oekraïnse aanvallen zijn te vinden op ons Telegram-kanaal via de link in de beschrijving. Bij het analyseren van het noordoostelijke deel van het 700 vierkante kilometer grote gebied dat door Oekraïnse troepen wordt aangevallen, is het duidelijk dat ze hun inspanningen intensiveren om controle te krijgen over Korenevo en de omliggende gebieden in het westen en zuidwesten, tot aan de Seim rivier. Deze strategie komt overeen met het doel om de rivier als natuurlijke grens voor het door Oekraïne gecontroleerde gebied vast te stellen. Dit gebied biedt duidelijke strategische voordelen voor Oekraïnse troepen waardoor ze aanvallen vanuit meerdere richtingen kunnen lanceren terwijl ze uitgebreide vuurcontrole vanuit Oekraïns grondgebied behouden. Het veiligstellen van dit bruggenhoofd met minimale gevechtsverliezen zou een significante prestatie zijn. Het verder naar het noorden doordringen voorbij de Seim rivier lijkt echter minder praktisch. Als we naar de topografische kaart kijken, zien we prominente verhoogde gebieden net ten noorden van de rivier, waardoor ze moeilijk te veroveren en te behouden zijn voor Oekraïnse troepen. Daarom is het strategisch logisch voor Oekraïnse troepen om de Seim-rivier als de natuurlijke grens van hun gecontroleerde gebied vast te stellen. Daarentegen stelt het oprukken in dit gebied vanuit Oekraïns grondgebied hen in staat om vanaf hoger gelegen terrein te bewegen, wat hen een significant tactisch voordeel biedt. Recente ontwikkelingen in de Tiotkino-sector suggereren dat Oekraïnse troepen een multifactor benadering initiëren om op de ketel op te rukken. Terwijl Russische militaire analisten eerder de vernietiging van verschillende bruggen over de Sejm-rivier in Tetkino en popovolet haghi meldden om Oekraïnse opmarsen vanaf de internationale grens te belemmeren, hebben ze ook bevestigd dat Oekraïnse troepen hun posities in Otruba en langs de westelijke oever van de rivier hebben geconsolideerd. Recente geolokaliseerde beelden tonen een MIG-29-gevechtsvliegtuig dat precisieslagen uitvoert met twee Jdama geleide luchtbommen, waardoor een Russisch grenspost in het dorp Tiotkino tot puin wordt gereduceerd. Aanvullende gelokaliseerde beelden onthullen verder het dan maar slagen op Russische posities binnen Tjotkino. Het gebruik van zowel Amerikaanse als Franse zweefbommen, waargenomen in de afgelopen dagen, onderstreept de zorgvuldige planning achter het Oekraïense offensief in Kursk. Deze operatie werd waarschijnlijk in volledige geheimhouding voorbereid gedurende meerdere maanden, mogelijk zelfs zonder de volledige kennis van westerse partners. Over het algemeen benadrukt de recente opeenvolgende vernietiging van de drie bruggen over de seim Rivier een strategische beslissing van het Oekraïense commando om territoriale winst te maximaliseren en tegelijkertijd slachtoffers te minimaliseren. Door dit hele gebied logistiek te isoleren, bereiden de Oekraïnse troepen zich voor op geconcentreerde inspanningen in de komende dagen en weken om de controle erover te verzekeren. De Russen, die aanzienlijke uitdagingen ondervinden bij het onderhouden van bevoorradingslijnen naar hun ingesloten troepen, zullen het steeds moeilijker vinden om hun posities te handhaven. Deze aanpak suggereert dat het Oekraïnse opperbevel effectief de primaire doelstellingen van de operatie bereikt: het creëren van een bufferzone om de regio Sumy te beschermen, door de meest waarschijnlijke route voor een Russische aanval vooraf veilig te stellen en tegelijkertijd een aanzienlijk deel van het Russische grondgebied te veroveren. Dit veroverde gebied zou een waardevol bezit kunnen zijn in toekomstige onderhandelingen. Als je tegen de invasie van Oekraïne bent en je wilt het werk dat ik doe steunen, overweeg dan een aankoop te doen in de online winkel UA Supporter. Hier kun je veel producten vinden met Oekraïnse symbolen om niet alleen je steun voor dit kanaal te tonen, maar ook voor Oekraïne. De link naar de online winkel staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar dit verslag en ik zie je in de volgende.